bedankt. En een volgende hotel. Kijk, het gaat een hotel komen. Gerrie. Niet om het er niet te doen. Het is beautiful. Ons is in Vienna. Vienna. En kijk, als je in het gewijs is zo. Als een badkamer L'Occitane heet, dan weet jij, dit is een kwaliteit. Kijk, oh, ik zie nou sommer uit. Kijk, we moet gaan recht maken. En dan gaan we ons naar ons eerste kerstmark. Welkom bij nog een kerstmark. Ons is in Wenen bij die Karlsplatz kerstmark. Dit is aand 1. Ons is op vrije voet. En dit is kos en stalliekies wat wacht. Goedenavond, mijn dames en heren. Zo begin ons om sommer met die ou Gluhweinkie in die mark. Is heerlijk. Ek denk jy betaal so 5 euro vir die wijn en 10 euro vir die bekerkie, maar jy kry hom terug met die deposit to token. En so stap jy dier die stalliekies, jy kan vir jou hier so soke Heidi kapsels kry. Ek wil net sê, ek gaan nou of een kartoffel vat, ek neem aan, dis een oondgebakte aardappelkie met iets, maar nou is hier verskillendes. Nou moet ek nou weet wat is een steier kartoffel, een tiroler kartoffel, een wiener kartoffel, is obviously een worsie, en een kraten kartoffel, ek neem aan, dis ouwe kraten. Wat die hel is tiroler? Oké, okay, daar het ons een wiener kartoffel in, is toe een aardappel, maar nie met een worsie nie, moet nie gefluis wees nie. Dit is ham, ham en kaas. En ek kan nou niks beter dink nie. Met een lekker vars nieuwe gluweintje. Dat is een heerlijk hier by die markt. Oké, okay, volgende op die kaart is een apple gin punch. Ek dink in Duits is het een apple gin punch. En dis een apple punch met gin in. Kan jy dit nou meer maak het by die huis, is warm. Het is heerlijk. Hoekom sal mens nou een kerstmark doen, as jy twee kan doen? Ek is nou by St. Stephen's Church. Square Church. Nog een kerstmark. En dis obviously die verskrikkelijke... Oeh, wow! Kijk hier! Ek wil nou nie snaaksies nie, maar hierdie geef een Adderley straat a go for their money, hè? Huh? Imagine hierdie monster goon hang daar in jou eetkamer. Gaan die mense verblind op die tafel.